Dit is Rotterdam onderweg, het bereikbaarheidsjournaal van Rotterdam en omgeving. Met deze week, nachtafsluiting van de Keteltunnel en de Maastunnel, weekendafsluiting op de A16 bij Dordrecht en werkzaamheden aan de tramsporen op de Straatweg. Op de A4 werkt Rijkswaterstaat deze week 's avonds en 's nachts aan de Keteltunnel. Hierdoor is de A4 vier nachten afgesloten in beide richtingen, tussen Delft en het Ketelplein. Dit gebeurt van maandag 10 tot en met donderdag 13 juni van 8 uur 's avonds tot en met 5 uur 's ochtends. Omrijden kan in beide richtingen via de A20 en de A13. Kijk voor meer informatie op rotterdamonderweg.nl/keteltunnel. Deze week is de Maastunnel twee nachten dicht in beide richtingen. De afsluitingen zijn van maandag 10 op dinsdag 11 juni en van dinsdag 11 op woensdag 12 juni. Tussen 12:30 's nachts en 6 uur 's ochtends. Aan de oostkant van Rotterdam rij je om via de Van Brienenoordbrug of de Willemsbrug. Aan de westkant van de stad rij je via de Beneluxtunnel of de Erasmusbrug. Voor fietsers en voetgangers blijft de Maastunnel bereikbaar. Meer informatie vind je op rotterdamonderweg.nl/nachtafsluiting Maastunnel. Komend weekend is de A16 afgesloten bij Dordrecht, in noordelijke richting. De afsluiting is tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht Centrum en begint op vrijdag 14 juni om 9 uur 's avonds. Het verkeer vanuit Breda en Antwerpen wordt omgeleid via de A59, de A27 en de A15. Ook kan er omgereden worden via de A17, de A59 en de A29 richting Rotterdam. De afsluiting eindigt op maandag 17 juni om 5 uur 's ochtends. Voor de spits is de A16 weer bereikbaar in beide richtingen. Meer informatie vind je op rotterdamonderweg.nl/A16. Op de Straatweg in Hillegersberg werkt de RET aan de tramsporen. De Straatweg is daarom tot en met 21 juli afgesloten richting het noorden. De andere kant op, naar Rotterdam Centrum, blijft de weg open voor het verkeer. In noordelijke richting kun je omrijden via de Kleiweg en de Ringdijk naar de Argonautenweg en Molenlaan. Ook via de Boezemlaan en de Bosdreef rij je naar de Molenlaan. Tramlijn 4 rijdt de hele periode niet tussen halte Station Noord en Molenlaan. Kijk voor alle informatie op rotterdamonderweg.nl/straatweg. Wil je weten hoe je er komt? Volg ons via Facebook en Twitter en kijk op onze website rotterdamonderweg.nl. Dit was Rotterdam onderweg. Tot volgende week.